rotsige Italiaanse hofcultuur werd overgenomen door de Franse koningen, die er nog een schepje bovenop deden. Het hoogtepunt was tijdens het bewind van Lodewijk XIV, die het hofleven opvat als één groot spektakelstuk waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Inmiddels hebben we alle facetten van de barokke wereld wel zo'n beetje onderzocht. De voorliefde voor het theatrale, de illusie, het effect, de beleving, maar ook voor de pompeuze opschepperij en propaganda. Dit alles komt bij elkaar in de hofkunst tijdens het bewind van Lodewijk XIV. In 1653 kwam er een einde aan Le Fronde, de opstand van vooraanstaande edelen tegen de zware belastingdruk en al het andere beleid van kardinaal Mazarin, die als eerste minister van de toen 14-jarige Lodewijk XIV de leiding over Frankrijk had. De macht van de edelen was daardoor enorm verkleind en het einde van de burgeroorlog betekende daarom ook meteen het einde van een feodale monarchie en het begin van de absolute monarchie onder Lodewijk XIV. Op 23 februari 1653 werd in de Bourbonzaal van het Louvre in Parijs het Ballet van de Nacht opgevoerd. De voorstelling, die 13 uur duurde, ging over goden en helden, heksen en weerwolven, zigeuners en schaapherders en nog veel meer. Er was geen doorlopende verhaallijn. De onderwerpen waren maar een aanleiding voor spectaculaire scènes, prachtige muziek, betoverende balletten en veel kunst en vliegwerk. Indruk maken, dat was het doel. Een verpletterende indruk. Zo'n beetje tegen het einde trad de kindkoning Lodewijk XIV zelf op, als de zonnegod. Zijn opkomst verbeeldde zo de zonsopkomst. De Romeinse schrijver Virgilius had in zijn Bucolica al het aanbreken van een nieuw gouden tijdperk onder het bewind van een zonnegod voorspeld. Die tijd was nu gekomen. De jonge Lodewijk werd hier neergezet als het licht zelf, dat het duistere tijdperk verdrijft, als Apollo, de vredestichter, de aanvoerder van de muzen en de bevorderaar van kunsten en wetenschap. Het was een imago dat hem wel aanstond. En de rest van zijn leven heeft hij deze mythe gekoesterd en uitgebouwd, waardoor hij de zonnekoning werd genoemd. Lodewijk zal daar op zijn 14e nog niet zo mee bezig zijn geweest, al werd hij het jaar daarop in Reims tot koning gekroond. Wie er in Frankrijk echt aan de touwtjes trokken, waren zijn moeder Anne van Oostenrijk en dus de sluwe, uit Italië afkomstige Mazarin, die volgens de roddels regelmatig met haar het bed deelde. Mazarin loog, brak beloften en betaalde zijn schulden niet. Er werd zelfs beweerd dat hij Pistache, de hond van de hertog van Beaufort, vergiftigde, omdat die weigerde ter ere van hem te springen. Maar Mazarin had Machiavelli goed begrepen. Hij wist precies hoe je de gunst van de machtigen en de liefde van je onderdanen moest verkrijgen. En ook hoe je je vijanden moest uitschakelen. Mazarin onderwees de kleine Lodewijk van jongs af aan in deze technieken en drukte hem op het hart dat er bij alles wat hij deed altijd één belang boven alle anderen moest gaan, dat van de staat. Lodewijk ontwikkelde zich goed in zijn rol als zonnekoning. De kunsten hielpen daarbij. De schilder Charles Lebrun, de toneelschrijver Molière en de componist en choreograaf Jean-Baptiste Lully bouwden zorgvuldig mee aan de mythe rond de koning. Le roi, danse! Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers!
In de toneelstukken en dansvoorstellingen die aan het hof werden opgevoerd, speelde en danste de koning regelmatig zelf mee. En ook andere hovelingen kregen een rol die dan, soms pijnlijk duidelijk, hun hiërarchische positie ten opzichte van de vorst weerspiegelde. Hofballet werd voor Lodewijk XIV het favoriete middel om zijn positie als koning te verstevigen en zijn superioriteit ten opzichte van de andere hovelingen te demonstreren. De personages waren dikwijls goden en helden, waar de koning zich graag mee vereenzelvigde. De thema's hadden meestal een politieke lading, waarmee de koning zijn centrale macht en zijn positie als overwinnaar kon bevestigen. De solo's in hofballetten gaven de koning de gelegenheid om alle aandacht naar zich toe te trekken en de danstechniek bood de koning de mogelijkheid te excelleren, zodat hij zijn superioriteit kon tonen. De aankleding van de hofballetten was zo extravagant dat de koning daarmee zijn rijkdom en macht kon demonstreren. Lodewijk liet de staatszaken bij Mazarin. Pas toen die in 1661 overleed, eiste Lodewijk de macht volledig op. Koning Lodewijk beschouwde het koningschap als een droit divin, een recht door God gegeven. Hij vond dat hij aan geen enkel ander mens verantwoording hoefde af te leggen en dat hij alleen over alles en iedereen mocht beschikken. En dat deed hij ook. Deze vorm van regeren noemen we absolutisme. Lodewijk zou ooit gezegd hebben: l'état, c'est moi. De staat, dat ben ik. De koning erfde het enorme vermogen dat Mazarin tijdens zijn leven bij elkaar had gegraaid en dat kon hij goed gebruiken, want hij had grootse plannen met het jachtslotje in Versailles dat hij van zijn vader had geërfd. Hij zou het gaan laten verbouwen tot het grootste kasteel met de grootste tuin van Europa. J'y ferai voguer mes galères. Et les statues. Le veau, les statues, nous en parlerons. Les groupes dans les bassins aussi. Vanaf dat moment deed Lodewijk er alles aan het hele koninkrijk rond één punt te concentreren. Hemzelf. Frankrijk werd zowel politiek als bestuurlijk als economisch zeer centralistisch. Lodewijk haalde de Franse edelen, die op afstand moeilijk onder controle te houden waren, zoveel mogelijk naar Versailles en maakte van hen figuranten in een permanent toneelstuk waarin hij zelf de hoofdrol speelde. Frankrijk verenigd rond zijn soevereine vorst. Versailles vormde daarvoor het schitterende decor. Versailles was niet alleen een residentie, maar ook het symbool van het koningschap van Lodewijk. De architecten Levaux en Mansart, de tuinarchitect Le Notre en de schilder en decorateur Lebrun schiepen met tientallen assistenten en tienduizenden arbeiders het grandioos complex. Een paar getallen voor de maat. De tuin is 800 hectare groot, het kasteel heeft 700 vertrekken en 67 trappen. Sire, voilà l'heure. Het hofprotocol dat Lodewijk liet ontwikkelen bestond uit een grote hoeveelheid voorschriften en procedures die de hovelingen moesten volgen bij alles wat ze deden, maar vooral bij hun omgang met de koning. De dagindeling van de koning volgde het ritme van de zon. Zijn ontwaken en ochtendtoilet, het grand lever, waren als de opkomst van de zon. En hovelingen konden daar, als ze het geluk hadden te zijn uitgenodigd, van achter een vergulde balustrade getuigen van zijn. Het hele leven van Lodewijk XIV voltrok zich volgens een voorgeschreven scenario met een vaststaand verloop van gebeurtenissen en hij had altijd publiek, omdat er hovelingen aanwezig waren bij alle openbare handelingen. Zo was iedere dag zijn hele dag op een paar privémomenten na als een soort toneelstuk, waarin de koning en zijn hovelingen hun rol speelden. De letterlijke en symbolische afstand tot de koning was bij alle activiteiten van de hovelingen een maatstaf voor de gunst van Lodewijk en dus voor hun succes. Lully, Molière
en ook de hofballetmeester Pierre Beauchamp hadden van de koning niet veel te duchten. Hen wilde hij niet graag kwijt. Zij zorgden voor het plezier in zijn leven. Muziek, toneel en dans. Vanaf 1661 maakten Lully en Molière samen hun comédie-balletten. Dat waren blijspelen waarbij, tussen de bedrijven van het toneelstuk door, korte balletten werden uitgevoerd. Nieuw daarbij was de doorlopende verhaling, waarbij muziek, dans en toneelspel allemaal betrekking hadden op de handeling. De thema's kwamen niet meer standaard uit de klassieke mythologie, maar werden vaak gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Een van de bekendste comedieballetten is Le Bourgeois Gentilhomme, de nieuwbakken edelman uit 1670. Molière steekt hier de draak met rijk geworden burgers die op de maatschappelijke ladder omhoog proberen te klimmen en streven naar een adellijke titel. Niet alleen om maatschappelijk aanzien te verwerven, maar ook om aan bepaalde belastingbepalingen te ontkomen. In het stuk wil Monsieur Jourdain, een welgestelde maar niet al te slimme burger, zich de levenswijze van de adel eigen maken. Jourdain's vrouw en zijn dienstmeisje drijven de spot met hem. Ze herinneren hem ook aan het aanstaande huwelijk van zijn dochter Lucille met Cléonte. Maar Cléonte is niet van adel en Jourdain weigert zijn toestemming te geven voor het huwelijk. Dan geeft Cléonte zich uit voor de zoon van Le Grand Turc. Na een belachelijke Turkse ceremonie waarin Jourdain tot Mamamouchi wordt uitgeroepen en aldus in de waan verkeert dat hij tot de hoogste regionen van de adelstand is opgeklommen, krijgt hij Jourdains toestemming. In deze reconstructie is de vorm uit de 17e eeuw waarschijnlijk goed benaderd. Opvallend is dat de tekst overdreven wordt gedeclameerd en de frontale op het publiek gerichte speelstijl. Molière gebruikte in zijn stukken veel elementen uit de Italiaanse Commedia dell'arte. Ook in dit stuk. Twee geliefden die worden tegengewerkt door een koppige en domme volwassene, in dit geval de vader van een van hen, was ook een geliefd thema in Commedia dell'arte. De personages zijn stereotyp. De spelers overdrijven hun mimiek, gebaren en poses en houden die vaak ook even vast. En er zijn veel verkleedpartijen. De humor is herkenbaar, plat en kolderiek. Het stuk werd enorm gewaardeerd door het Hof en door Lodewijk XIV, die telkens weer het gezelschap verzocht om het opnieuw op te voeren. Het belang dat Lodewijk XIV en ook zijn voorganger Lodewijk XIII aan de kunsten hechten, blijkt uit de koninklijke academies die zij oprichten. Bijvoorbeeld een academie voor de letteren en één voor de schilder- en beeldhouwkunst. In 1661 richtte Lodewijk XIV een academie voor de danskunst op, de Académie Royale de Danse. Zo kon de koning invloed uitoefenen op de vorm en de inhoud van kunst en regels voor de danskunst voorschreven. Deze academie werd van groot belang, omdat zij de aanzet gaf tot de professionalisering van de danskunst. In 1672 eindigde de samenwerking tussen Molière en Lully. In dat jaar kreeg Lully toestemming van Lodewijk XIV om ook de muziekacademie koninklijk te maken.
Die heette voortaan de Académie Royale de Musique. Bovendien verwierf Lully het auteursrecht voor alle theaterstukken waarvoor hij de muziek en de liederen had gecomponeerd. Molière wilde natuurlijk de auteursrechten over zijn eigen stukken hebben, zodat hij eigen inkomsten kon verwerven. En hij wilde niet ondergeschikt worden gemaakt aan de componist. Molière bleef verbitterd achter en de volgende winter overleed hij. Zijn laatste toneelstuk was De Ingebeelde Zieke, waarin hij zelf de zieke speelde. Bij de vierde opvoering werd hij onwel en nog dezelfde avond stierf hij. Lully begon daarna met het schrijven van balletopera's, een magische combinatie van opera en dans. De balletopera die we zien in de film Le Roi Danse is Isis uit 1677. Met deze opera eindigt ook onze reis door het tijdperk van de Renaissance en de Barok. Drie eeuwen waarin onnoemelijk veel gebeurde en die in hoge mate onze cultuur hebben gevormd. Ik heb geprobeerd, door middel van tekst en beeld, alle culturele aspecten van deze periode zo duidelijk mogelijk te behandelen. Ik ben mij ervan bewust dat het niet altijd even makkelijk te volgen en te begrijpen is, maar de kunst- en cultuurgeschiedenis zijn vaak ook complex. De reden dat ik deze serie gemaakt heb, is juist om te laten zien dat Renaissance meer is dan alleen wedergeboorte en Barok meer is dan alleen maar tirelantijntjes. Ik hoop dat ik er in elk geval in ben geslaagd dat duidelijk te maken. Vergeet niet om je te abonneren op mijn kanaal en ik vind het ook heel leuk om reacties te krijgen. Stuur die via het reactieformulier van mijn website belpaese.nl. Bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.